Sommige mensen doen van alles om aan geld te komen. Zoals de mensen op deze beelden. Maar liefst 5 vrouwen en 1 man. Wat doen ze? Koffieautomaten openbreken. En wel voor de geldcassettes die erin zitten. Deze beelden zijn gemaakt in het tankstation Hazeldonk bij de grensovergang met België. 5 vrouwen dus en 1 man. Ze komen hier de shop van het tankstation binnen. Het groepje is goed op elkaar ingespeeld. Het kan goed zijn dat ze zo al langer samenwerken. Om uit het zicht te houden wat ze doen, gaan ze als groepje bij de koffieautomaat staan. Buiten beeld blijft 1 vrouw op de uitkijk staan. De man weet uiteindelijk de automaat open te breken en de geldlade eruit te halen. En die verdwijnt in de tas van 1 van de vrouwen. Nog diezelfde nacht worden er op Hazeldonk nog meer automaten leeggeroofd. De politie zoekt deze 5 vrouwen en deze man. Heeft u een vermoeden? Laat het dan weten.